in mama's kledingkamer. En ze heeft hier te veel kleren. Kijk die schoenen. Kijk daar, hier schoenen. Kijk daar, die witte kleren. En kijk hier weer schoenen. Dus, we gaan naar de Efteling. Ik heb Kino. Een shirtje. Perfecto. Met een verkeerde broek die ik normaal eerst niet paste. Maar dan nu wel. En dan hier weer mijn Docs. Dr. Martens. Deze passen niet. Maar nou, ja. Oké, we zitten in de auto. Ja. En nu gaan we Emen en Faro ophalen. En Mayra, die gaan lekker mee naar de Efteling. Sharaf niet? Nee, Sharaf niet. Sharaf die is denk ik eigenlijk al zo. I guess. Maar vandaag staking van scholen. Basisscholen zijn aan het staken. Dus daar gaan we naar uitsluiten. Wat zei je schat? Wat moeten hun dan staken? Ja, hun staken voor dat ze meer centjes kunnen verdienen, denk ik. Waar zijn we nou? Efteling! Ik loop nu met Elin naar de Efteling. Daar is de Efteling ingang. Kijk dan, kaboutertje nummer 7. Weet je welke sprookjes ding ik helemaal niet leuk vind? Langnek. Toch? Ja, die is echt saai. Ja, die is ook heel lelijk. Wauw! Dat is onmogelijk dat de Efteling wel altijd open is. Ja, hij is niet dag en nacht open. Het is alleen maar dag. Open. Jee, het is me gelukt. Ja! Oké, we gaan nou dus naar het spookslot, hè? Ik wil naar het spookslot! Waarom? Omdat het zo leuk is! Dat is echt! Hé, Ernst, waarom moet je zo schreeuwen? Omdat ik zo opgewonden ben! Oké, dus als Estimo opgewonden is, gaat hij schreeuwen. Ja! Als Estimo wel opgewonden is, gaat hij schreeuwen. Oh, wat leuk. En gek doen. En gek doen. Weet je wat ik doe, Estimo, als ik blij ben? Jij ook? Die kan ik niet eens. Ik kan het toch? Doe eens. Goed zo. Ja. Hij komt zelf onderuit. Denk het goed? Ja. En het is zo lekker rustig. Dat is echt zo ideaal. Vandaag zou je denken dat het heel druk is omdat de scholen aan het staken zijn. Maar het is gewoon echt heel erg rustig. Ja. We konden ook gewoon echt best wel dicht bij de ingang parkeren. Dus dat is eigenlijk ook wel echt top. Relax. Eigenlijk is Rapunzel best lelijk. Jongens. Was een stuk mooier. In de tekenfilm is het. Oh, wacht, hier! Komt iemand naar boven? In de tekenfilm is het veel mooier. Het is echt lelijk. En dat is de heks. Is dat de heks? Dat is de heks. Oh, dat is de prins. Nee, joh. Ik zal je verbannen naar een onverbergd. Nee, dat is de heks. De heks is echt. Hé, man, dat is de heks, hè? Het gezemden is een beetje aanstootgevend. Hoppakee! Houden niet open! Het sprookjesbos is groot, hè? We hebben pas 3 sprookjes gehad. En aan de andere kant van Pinocchio heb je ook nog helemaal, hè? Dus dan hebben we dit ook nog helemaal, hè? Jeetje. Okay. We zijn nu bij de 7 geitjes. En de wolf. En de wolf. Er zitten ook geitjes verstopt, hè? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,
Zolang het maar zoet is en snoep en suiker, dan hou ik ervan. Probeer eens open te maken. Ja, maar ik mag niet. Hij lukt gewoon niet. Hey, vinden jullie het ook dat het hier gewoon echt naar snoep ruikt? Het ruikt heel zoet, hè? Ja. Echt heel raar. Ja! Nee, dat zei ik net ook al. Je ruikt echt die snoep, suiker, suikerspinnenlucht. Hier, Lim. Lim. Winnie. Oh mijn god! Waarom mag ik er niet overheen komen? Nou, omdat dan word je gepakt door de heks. Niet dus! Nee, het is fake! Het is fake! Wat is fake nou weer? Wat is nou weer fake? Fake betekent nep in het Engels. Kijk, onze fotograaf van vandaag. Oh, die is heel mooi. Leuk, hè? Laat ze die andere zien. Nou, hier kijkt ze boos. Oh, daar kijkt ze boos. Maar het is wel super mooi met die achtergrond. Leuk, hè? Echt heel schattig. Oh, een eekhoorntje. Superleuk. Ze hoort de roepen. Gaan onze ruit. We zijn gaan. Rita liep vlug naar de kant waar de stem... Hopla. Want ik. Dat ik reed van Sylvia heen. Iedereen weet het wel. De maker van de Efteling. Eten, voedsel. Eerst even je medicijnen, jongen. Dan gaan we lekker eten. Hij heeft een kinderdingetje. En ik heb ook frietjes en een donut. Ik kon het niet laten. Want ze houdt te veel van donuts. Wat zei je? Want ze houdt te veel van donuts. Snoep je dat? Ze houdt te veel van donuts. Levensgrote suikerspin. I take you to the candy shop. You missed the beat. Oh ja. Snoep, 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 snoep. Hallo, we zijn op Aalm. Jouw voetbal vloggen? Ja. Nee. Oh. Helaas. Waarom kan ik nou nooit filmen dat ik aan het voetballen ben? Misschien morgen met de wedstrijd? Nee, dat gaat niet lukken. Oh. Hé, hey, maar we gaan naar huis hè jongens? Ja. Hebben jullie het leuk gehad? Ja. En jij Eamon? Ook. Ja? Dus nu gaan de jongens gaan nog even eten. En dan gaan ze voetballen, onze kanjers. En Eamon, ga je morgen scoren? Ja? En Estimoa die heeft last van aanstelleritis. Dat is niet waar! En de aanstelleritis is dat hij pijn heeft aan zijn been. Dat is niet waar! Doe normaal. Ga naar huis! We zijn gered. Door Charles. Ja, hij wilde niet dat de jongens zich ziek gingen melden voor training. Hij is de trainer. Dus we gaan de wedstrijd gaan we morgen. Hoe noem ik dat? Gaan we sowieso aanwezig zijn. Bagatelliseer hem maar. Als je iets wil. Ja, we gaan saboteren. Ja, dat woord zocht ik. Thank you, woordenboek, Guineo. We gaan saboteren. We gaan morgen de wedstrijd saboteren. Ja. Ja, gaan we doen. Gaan we vloggen? Toch? Ja. Vloggen? Ja. De wedstrijd. Ga jij vloggen? Nee. Ik vind dit al. Out of my comfort. Bedankt voor het kijken van onze vlog. Ik zie jullie bij de volgende. Ja, dat is volgende week, hè? Ja, dat is. Peace out!